vanavond. Jullie zijn de eerste VIP-fietsers van vanavond. In Hasselt nemen de mensen graag de fiets, want de fiets nemen heeft zo zijn voordelen. Dit najaar krijgen de bezoekers van het cultuurcentrum die met de fiets komen een VIP-behandeling. Jullie krijgen ook nog een cadeautje. Dat is een zakje gemaakt van gerecycleerde vlaggen van Stad Hasselt. De mensen die met de fiets naar de voorstelling komen, die krijgen een inleiding tot het stuk, een cadeautje, een hapje en een drankje en een luxueuze fietsenstalling. Rina gaat jullie meenemen naar Theatercafé. Dan ga ik jullie nu een drankje aanbieden. Veel mensen denken dat je heel sportief gekleed moet zijn en dat je enorm veel zweet als je fietst. Maar in de stad is dat vaak een paar kilometer die heel gemakkelijk kunnen afgelegd worden en die je echt kan doen in je gewone kleren. Ik vind het een heel goed concept. Ik vind het ook goed dat ze het initiatief nemen om meer mensen te overhalen om met de fiets ergens naartoe te gaan. Als ik me in de stad moet verplaatsen, neem ik meestal mijn fiets. Het gaat veel sneller. Tussen al dat verkeer door met de fiets ben je er zo. Het einde, nog voordat Macbeth sterft, zal zij toch vroeging krijgen in het stuk en verdwijnen. Er zijn nog VIP-plaatsen beschikbaar voor fietsers. Je moet gewoon naar de website van cyclechic.be gaan. Daar vind je meer uitleg. Of naar cchasselt.be. Nu gaat de voorstelling beginnen.